Dus jij zegt dat zodra uw skateboard de grond raakt, de politie is om je tegen te houden. 100%. Als je politie is, dan is het... Zie, staan al... Hij staat al kwaad. Ja, wat is dat? Wat is dat? Ik denk dat als er iemand in problemen is, dat wij het zijn. Achter, hem, achter ons is er een dat lopen. Ja, dat denk ik ook. No. Dat is wel gelijk. Disco. Oh, damn. Ja, dat was heel snel. Hij denkt gewoon, he's a paid actor, guys. He's a paid actor. Dit is de eerste vlog dat ik post in 160 dagen. Ja. Ja, guest. Dat is eigenlijk omdat ik een nieuw editprogramma wil uittesten op mijn gsm en wil zien of ik op deze manier alle reisvideo's met de gabbers makkelijk kan uitwerken. Ook, we zijn hier op een event van YouTube. En een deel van onze podcast is gebruikt in de presentatie om te laten zien hoe het moet. We made it. We made it. Iedereen hier heeft meer abonnees dan wij, maar wij zaten in de presentatie. Salt. En Sugar, je moet hier je popcorn zelf seasonen. Is dit de Ik heb zo net bij dat event echt superveel notities gemaakt. Ik heb echt keiveel vragen gesteld aan de mensen hier. Puur omdat we echt... Ik ben zoekende. Ik weet niet wat er op YouTube Shorts werkt. Wat hebben we voor de graaf? Dat is wel pijnlijk om te zeggen eigenlijk. Dus zo, ik heb het gevoel dat shortform content altijd lelijk moet zijn om te werken. Dat hoe lelijker je content, hoe beter het werkt. Hoe meer pop-ups en Subway Surfer livestreams, hoe beter je content werkt. En het jammer aan deze theorie is... 3700 tegenover 20k is een groot verschil. What the fuck hebben mensen met Subway Surfer? Ja. Ik heb het gevoel dat wij nu gewoon nog... Toetergeluiden, ja. Pop-ups, like en subscribe. En gifs. Ja, zo Eddie Wally die oppopt. Dan, als we dat hebben, dan hebben wij een solide short. Ook wel crimineel dat we net een TikTok hebben laten zien op de YouTube Shorts. Dat moet je niet doen. Rennen. Wat is het probleem? Dat mijn frietjes volgens mij niet sterk genoeg zijn om een gaatje te breken in mijn bitterbal. Doe eens. We kunnen die niet afkoelen. Kijk eens wat er werkt. Oh. Woo. Sorry, I underestimated you. Goeie klot. Want ik heb al geleerd dat je zo je bitterballen sneller doet afkoelen en dat je die sneller eten zonder je kant erop af. Small woman, big brain. Het enige wat ik kan doen om deze situatie nice te maken is het filmen. Ik ben net uitgegleden alsof het een cartoon was, alsof ik op een banaan was gestapt. Het was geen banaan. Dit is wat dat ik... Wow. Fuck, we gaan naar een feestje. Gelukkig moet je bowlingschoenen aandoen. Dat is waar. Must confess, I still believe. Still believe. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? Yeah, do. Oh. Oh shit. Ja, wat doet dat goed? Dat is groter dan je hoofd klopt. Volgens mij is de bedoeling omdat je deze daar opgooit. Elias. Ja. Oh. Al die gsm's ook. Science, baby. Alright, zoals ik al zei, was deze video een test om te zien of ik één video op één dag kan editen in dit nieuwe editprogramma. Het antwoord is ja. Dus binnenkort komen er heel wat nieuwe video's aan. Misschien nog niet volgende week. Ik wil eerst een paar opsparen. Maar er komen nieuwe video's aan. Thanks voor het geduld. Tada.